knoop aanzetten. Wat heb je nodig? Stukje stof. Naald. Draad. Knoop met 2 gaatjes. Schaar. Pen of stift. Wat ga je doen? Probeer de draad door het oog, het gat, van de naald te krijgen. Maak een knoopje in het uiteinde van de draad. Neem het stukje stof en zet er een stip op. Dit is de plek waar de knoop komt. Hecht de draad aan. Steek aan de achterkant door de stof en trek de draad goed aan. Doe dit nog een keer, maar trek nu de draad niet strak. Steek de naald door het lusje en trek dit stevig aan. Steek op de stip de naald met de draad door de stof. Trek de draad goed aan. Pak de knoop en steek de naald door het ene gat naar de voorkant van de knoop. Steek de naald door het andere gat en door de stof naar de achterkant. Ga nu weer door de stof naar het eerste gat in je knoop. Je bent weer aan de voorkant van je knoop. Herhaal dit 5 keer. Steek de naald naar de achterkant van de stof. Je ziet een aantal streepjes van het garen. Steek de naald hieronder door. Doe dit nog een keer, maar trek nu de draad niet strak. Steek de naald door het lusje en trek dit stevig aan. Herhaal dit 2 keer. Knip de draad af. Toon het resultaat aan je docent. Ruim je spullen op.